En dan nu? Hallo kijkers. Het huidige college van BNW in Nijmegen telt 6 wethouders, maar dat gaat veranderen. De portefeuilles blijken te zware combinaties voor het aantal beschikbare personen. Daarom komt er binnenkort een wethouder van cultuur bij. De zittende wethouders hebben het veel te druk met hun andere taken en zo komen ze niet meer toe aan cultuur. Henk Beerte heeft het te druk met het verkeer. De nieuwe Stadsbrug komt er immers aan. Hij heeft het veel te druk met 25.000 verkeerd verstuurde brieven over buskaartjes voor 65-plussers. En hij heeft het nog steeds veel te druk met de parkeerautomaten en de lege parkeergarages. En de intocht van Sinterklaas. Hanny Kunst van Cultuurhistorie heeft het te druk met het bijwonen van bouwvergaderingen voor nieuwe leegstaande kantoren. Veel te druk met het zoeken van winkeliers voor de leegkomende winkels. Om nog na te denken over wat er moet gebeuren met al die Romeinse en middeleeuwse vondsten van de laatste 30 jaar. En de intocht van Sinterklaas. Ter voorbereiding van mijn nieuwe wethouderschap Cultuur en Cultuurhistorie ben ik alvast wat boeken aan het lezen. Dit is een aanrader voor iedereen die de politiek in wil. Ik krijg altijd gelijk. Een handleiding over hoe je toch gelijk kunt krijgen zonder dat je gelijk hebt. Mijn nieuwe collega's krijgen het zwaar, want door alle drukte hebben ze helemaal geen tijd om nog eens een goed boek te lezen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Leuk omslag ook. Te koop in elke boekhandel in de hele stad.